andere plein hoe die eerst was. En dat is nu, is dat stuk was helemaal in de fik. Er is weinig meer over van wat ooit de school was. En dat komt hard aan. Ik vond het gewoon niet leuk. Ik moest ook helemaal huilen. Ik heb heel veel meegemaakt op deze school. En dat je het nu in één nacht helemaal ziet afbranden is gewoon heel erg. Eerst dacht ik, jee, geen school. Maar daarna dacht ik, nee. Want ik dacht van, nee, dan moet ik naar een andere school. Dat vind ik echt niet leuk. Kijk, het is uiteindelijk materiaal, maar vooral de herinneringen aan dat materiaal. En ja, dat is gewoon... Tekeningen, knutseltjes. Alles. Niks meer van over. De brand ontstond gisteren rond 5:30. Nou, hij is helemaal in de fik, ja. De hele school is nu al helemaal weg zowat. Want je vormen komen er bovenuit uit. Uw zoon zag dus eigenlijk zijn eigen klaslokaal afbranden. Ja, daar vond hij wel heel verdrietig precies waar hij zat ook. En de tekening hangt aan het raam daar. Dus hij zegt, nou mam, daar gaat mijn tekening. Kinderdagverblijf Berenbotje is behouden gebleven. Dat is ook later aangebouwd. En de brandweer en de scheiding heeft het goed gehouden. Maar de rest is helaas verloren gegaan. Vanwege de hevige rookontwikkeling werden buurtbewoners met een NL-alert gewaarschuwd. Ook zijn 12 woningen in allerijl ontruimd. De politie die belt aan en die zegt van iedereen moet het huis uit, want de brandweer vindt het niet veroorloofd dat jullie nog verder in huis blijven. Vanmorgen om 9 uur konden omwonenden van de afgebrande basisschool weer naar huis. Er is geen asbest vrijgekomen en niemand raakte gewond.